Bent u stadsgids geworden? Wat was uw insteek om dit in uw vrije tijd te gaan doen? Ik ben altijd heel actief geweest op allerlei bestuurswerk, maatschappelijk, sociaal. En ik was op dat moment patiëntenbegeleiding in het ziekenhuis. En daar was ik toen mee gestopt na een periode van 10, 12 jaar, ik weet niet precies. En toen zag ik een advertentie in de krant dat ze stadsgidsen vroegen. Toen dacht ik, nou, ik heb me altijd ingezet voor een ander. En dan wil ik, dat lijkt wel een mooie hobby. Ik meld me aan als stadsgids. Dus in 2009 heb ik een gesprek gehad en ik was welkom. En sinds 2009 ben ik de stadsgids. Een keer met een zangkoor gelopen vanuit Almelo. Die waren als afsluiting van hun seizoen, hadden gedacht, maar een stadswandeling, een avondwandeling was dat. En daar waren dus geboren en getogen tukkers bij. En een van die mensen die vertelde ons waarom die smalle gangetjes op een grote staat zijn. En de grote staat is eigenlijk een lange zandheuvel geweest van vroeger. Vanwege dus vanaf de stuwwallen is het allemaal stuis aan deze kant op gekomen. Dat is een hele, hele lange dam geworden. Daar hebben ze de eerste huizen op gebouwd. En de rest is allemaal moeras. Links en rechts, dus aan de oostkant en aan de westkant, zijn allemaal moerassen. En als het vee dus, het last dat het water hoog werd, dan konden ze dus door wat smalle gangen, konden ze dus op het droge gedeelte komen. Die kwamen dan zo lang parkeren in de grote straat. Dus dat wist je ook, maar die meneer wist ons dat te vertellen. Nou, dat is dan leuk, dan kunnen we het volgende verhaal weer gebruiken, hij voor zo'n gangetje langsloopt. Op deze plaquette achter mij is te zien hoe het waterdier in het water zich ontwikkelt. Hier is kikkerdril te zien, kikkervisjes en volwassen kikkers. Maar aan de andere kant is eindelijk de haven klaargekomen met drie prachtige belen van Anne Wetzel, onze mooie ijsvogels. We staan hier voor het waaggebouw in Almelo. Dat is gebouwd in 1813. Op de plek waar het waag staat heeft altijd een school gestaan. De scholen die hadden geen namen, maar alleen letters van de ABC. Het waaggebouw bediende voor goederen die aan bederf onderhevig waren en die werden hier bewaard. Het oude huis, de bakkerij van bakker Gunther. 1913, 1910 is hij gebouwd. De bakker die kwam met Batman en die dacht, ik ga naar Almelo, daar zullen de mensen ook een brood willen hebben. En op dat moment was hij niet de enige, maar er zaten al meer dan 20 bakkers hier in Almelo om hun producten te verkopen. Hij heeft een heel bijzonder gebouw laten maken. Het lijkt echt Jugendstil. En hij heeft ook eraan gedacht om zijn producten zichtbaar in de gevel te verwerken. Een comestibele zaak in. Dat wil zeggen dat hij veel fruit verkocht, maar ook gedroogde vis en allerlei andere producten. Hij heeft dat ook uitgebeeld in zijn gevel. Daar zie je dus figuren die iets met de handel te maken hadden. We staan hier voor het zogenaamde verkeershuis. Het oude stadhuis van Almelo. Eerst is in 1492 gebouwd. Heeft jarenlang gediend als stad. En in 1692 is het helemaal gerenoveerd. Tot 1914 heeft dus het dienst gedaan als stadhuis. De rechtbank zat erbij in, het politiebureau.